In dit filmpje laat ik u zien hoe dat u een perceel kunt beëindigen of verwijderen. Ga naar het perceel en klik op het prullenbakje. U kunt het perceel afmelden door een einddatum te geven of het perceel verwijderen vanaf de ingangsdatum van het perceel. Ik wil hem afmelden en kies een einddatum, in dit geval 1 januari 2017. Klik op opslaan en terug naar overzicht en ik krijg een melding. Ik heb een einddatum ingevoerd van 1-1-2017 of eerder. Ik word erop geattendeerd dat ik het perceel niet meer zie in mijn lijst van 2017. Door op OK te klikken kom ik terug in mijn lijst. Ik zie daarin niet mijn perceel meer staan inderdaad. En mijn perceel is ook verwijderd uit kaart. Vergeet niet na het wijzigen van uw percelen ook te versturen.